Welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over huidverzorging. Ik ga jullie vertellen waar een goede huidverzorgingsroutine uit bestaat en waar de producten voor bedoeld zijn, zodat je helemaal weet hoe je optimaal je huid kunt verzorgen. Ik vind huidverzorging echt ontzettend belangrijk. Tuurlijk, je kunt heel mooie make-up aanbrengen, je kunt de beste producten gebruiken, maar als je huid niet verzorgt, dan zal het nooit optimaal uitkomen. En daarnaast vind ik ook dat huidverzorging een soort verzekeringspolis voor de toekomst is, om het zo maar te zeggen. Als je nu je huid goed verzorgt en beschermt, kun je er denk ik over 20 jaar, wat dan ook, kun je er heel veel profijt van hebben. Omdat heel veel van de schade die je huid oploopt, gebeurt in je jonge jaren, om het zo maar even te noemen. En als je daar al verstandig mee omgaat, dan kun je er later echt heel erg veel plezier van hebben. Gezichtsverzorging begint natuurlijk altijd bij één stap en dat is reinigen. En heel veel mensen vergeten dat nog wel eens. Sowieso moet je je huid 's ochtends en 's avonds reinigen. Dat is ontzettend belangrijk. 'S avonds doe ik dat in twee stappen. Ik gebruik eerst een reinigingsolie, omdat ik heel veel make-up draag. Als je bijvoorbeeld foundation, poeder, bronzer, blush, highlighter, primer, de hele rattenplan draagt, dan is het heel erg belangrijk om eerst goed je make-up vanaf te halen. Ik kies er dus voor om dat met een reinigingsolie te doen. Het is heel erg makkelijk. Breng je aan op een droge huid, masseer je in, doe je een beetje water bij en daarna spoel je hem weer af met water of met een washandje. Dat werkt eigenlijk nog beter. De reinigingsolie zorgt gewoon voor dat al je make-up wordt verwijderd en dat als je daarna een face wash of wat dan ook gebruikt, dat je huid dan gewoon al schoon is en dat die face wash echt dieper in je huid kan werken. Anders moet hij eerst door een hele laag make-up heen werken. Dat werkt natuurlijk niet. Dus vandaar eerst reinigen. Je kunt een reinigingsolie gebruiken, dat is mijn favoriete manier. Deze trouwens van de Body Shop. Je kunt ook een micellaire reiniger gebruiken, bijvoorbeeld zoals Bioderma of Garnier heeft nu ook zo'n vergelijkbaar product. Ik vind dat zelf net iets minder werken, maar het kan absoluut. En als het echt niet anders kan, gebruik dan een reinigingsdoekje. Maar ik ben daar niet zo fan van. Maar goed, het kan. Deze stap kun je trouwens overslaan als je heel weinig make-up draagt. Bijvoorbeeld als je maar een heel klein beetje poeder gebruikt ofzo. Of alleen maar een beetje concealer. Dan kan je hem overslaan. En natuurlijk kun je hem ook 's ochtends overslaan. Nadat je je make-up hebt verwijderd, is het tijd voor een face wash. Sommige mensen vinden een face wash een beetje te heftig voor hun huid. Maar waarschijnlijk gebruik je dan niet de goede. Heel veel face washes bevatten schuimmiddelen. Bijvoorbeeld SLS, sodium lauryl sulfaat en sodium lauryl sulfaat. Dat zijn die middelen die ervoor zorgen dat het lekker schuimig wordt. Maar die kunnen je huid ook een beetje uitdrogen. Dus als je daar gevoelig voor bent, is het heel erg belangrijk om er eentje zonder SLS te gebruiken. Onder andere Ren heeft er eentje, Body Shop heeft ze ook. En ik denk dat je ze tegenwoordig ook nog wel bij andere merken kunt vinden. Ze zijn er echt wel. Ik vind dat een schuimende face wash, een licht schuimende face wash, al dan niet met die schuimmiddelen erin, dat gewoon net je huid even wat schoner maakt dan een reinigingsmelk of wat dan ook. Je gebruikt het hartstikke makkelijk. Je doet het gewoon even tussen je handen. Je doet er een beetje water bij. Even wrijven. Nou, inmasseren op de huid. En je spoelt het weer af met lauwwarm water. Dit doe je 's ochtends en 's avonds. En het zorgt gewoon voor dat je huid echt optimaal diep gereinigd wordt. Maar toch op een milde manier. Je hebt face washes voor allerlei huidtypes. Voor zowel een droge huid als een vette huid. En je moet er gewoon voor zorgen dat je een mild product hebt wat goed bij je huid past. Nadat ik mijn gezicht helemaal heb schoongemaakt, is het voor mij tijd voor oogmake-up remover. Heel veel mensen gebruiken deze als eerste stap. Maar ik doe hem juist na mijn face wash, omdat door de olie en door de face wash eigenlijk al bijna al je oogmake-up is weggehaald. En heb je alleen maar een heel klein beetje nodig om de laatste restjes weg te vegen. En dan hoef je ook niet zo aan je wimpers te trekken. En het is gewoon net even een wat mildere manier. Ik merk dat ik daardoor veel minder wimperhaartjes verlies dan wanneer ik het als eerste doe. En sinds dat ik het op deze volgorde doe, ja, doe ik eigenlijk niet anders meer. Het werkt echt heel erg fijn. Ik gebruik deze van L'Oréal echt al jaren. En deze is gewoon heel zacht en heel mild en hij haalt wel alle restjes perfect weg. Daarna is het tijd voor een toner. Toner, tonic, lotion, het is allemaal eigenlijk hetzelfde idee. Heel veel mensen weten niet wat dit product doet. Heel veel mensen denken dat dit een reinigingsproduct is. Nee, dat is het absoluut niet. Tegen de tijd dat je dit gaat gebruiken, hoort je huid eigenlijk al helemaal schoon te zijn. Een toner zorgt ervoor dat je nog de laatste restjes van je reiniger, stel je gebruikt een reinigingsmelk of zo, dat verwijderd wordt. Het zorgt ervoor dat de zuurtegraad van de huid weer in balans komt. Het voegt vocht toe. Het zorgt ervoor dat crèmes makkelijker worden opgenomen. En het wordt ook wel vergeleken met het uitspoelen van wasmiddel. Klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel eigenlijk een
cruciale stap. Ik merk altijd dat als ik geen toner gebruik, dat mijn crème minder goed wordt opgenomen, dat mijn huid gewoon minder prettig aanvoelt. En stel je hebt net een face wash gebruikt en je huid voelt een beetje trekkerig aan, dan zorgt zo'n toner er dus voor dat je huid weer in balans komt en dat het gewoon prettig aanvoelt. Ook bij toners moet je heel erg opletten op de ingrediënten. Heel veel bevat heel veel alcohol en dat prikt en dat voelt niet lekker, of andere irriterende ingrediënten. Dat moet je niet hebben. Je moet juist een mild product hebben wat gewoon voeding toevoegt, goede ingrediënten, vitamintjes, goede stofjes. Dat is pas echt een goede toner. Ik heb hier eentje van Paula's Choice. Vind ik zelf een hele fijne. Ik ben ook dol op die van de Body Shop, van de Vitamine E serie. En van de Aloe Vera serie. Die zijn allebei heel erg fijn. Overigens wordt er heel erg vaak geclaimd dat een toner je poriën sluit. Nou, je poriën zijn geen deuren. Ze kunnen niet open of dicht. Ze kunnen nog wel groter lijken of kleiner lijken. Als er bijvoorbeeld heel veel vuilnis zit, dan lijken ze groter. Dus ja, dat is wat een toner niet doet. Maar het is wel echt een heel prettig en nuttig product voor je huid. En daarna is het tijd om je huid te verzorgen. Je hebt natuurlijk dingen als serums en andere dingetjes die je nog onder je crème kunt gebruiken. Maar in deze video hou ik het basic. Overdag gebruik ik een dagcrème en 's avonds gebruik ik een nachtcrème. Eigenlijk heel erg logisch, maar wat is nou precies het verschil? Zowel een dag- als een nachtcrème zijn natuurlijk bedoeld om je huid te hydrateren. Maar de voornamelijkste functie van een dagcrème is ook om je huid te beschermen. Gedurende de dag wordt je huid natuurlijk blootgesteld aan allerlei schadelijke invloeden. Bijvoorbeeld van de zon of van uitlaatgassen. Of wat dan ook, ja, vrije radicalen wordt het ook wel genoemd. Nou ja, in elk geval, dat zijn dingen waarvan je huid achteruit kan gaan. En daar is dus een dagcrème voor bedoeld, om je huid ervoor zoveel mogelijk te beschermen. In het meest ideale geval heb je het liefste een dagcrème die in een potje zit, die ook nog SPF heeft en die ook nog goede ingrediënten bevat. Dit is eentje van Olaus uit de Total Effect serie. Die vind ik zelf echt heel erg fijn. En deze bevat ook nog heel veel antioxidanten en van die werkzame stoffen, waardoor je huid gewoon echt heel erg opgepept wordt. En dit is sowieso wel een aanrader. Uit dezelfde serie heb ik de nachtcrème. En een nachtcrème zorgt ervoor dat je huid zich makkelijker kan herstellen. Daar is die voor bedoeld. Nachtcrèmes zijn daardoor ook vaak wat vetter. Ze bevatten weer wat andere stofjes. In tegenstelling tot een dagcrème hoeft die natuurlijk niet te beschermen. Dus heb je geen SPF nodig. Overigens geldt voor een nachtcrème ook dat je hem het liefste in een pompverpakking hebt. Zodat de ingrediënten het meest stabiel blijven. Dat het niet blootgesteld wordt aan zuurstof. En dat ook het net even wat hygiënischer is. Waardoor de werkzame stoffen beter werkzaam blijven. Nu het zomer is, is er nog één stap die jullie absoluut niet mogen overslaan 's ochtends. En dat is een goede zonbescherming. In de dagcrème die ik net al even liet zien zit al factor 15, maar dat is echt niet genoeg. Geloof me. Daarom smeer ik altijd nog een extra zonbescherming eroverheen. Deze is van Bioderma. Die is voor het gezicht. Dit is een matterende zonnefluïde met SPF 50. En deze laat absoluut geen vettig laagje achter. Absoluut niet. Ook geen wit laagje. En je merkt er eigenlijk niks van, maar je huid is wel super goed beschermd. Dus als je merkt dat je makkelijk een vette huid krijgt van een zonnefactor, probeer deze eens, want die is echt heel erg fijn en maakt het totaal niet vet. Geloof me. Om nog even te herhalen wat ik net heb verteld. Eerst je make-up verwijderen. Daarna een face wash gebruiken. Een toner. Een oogmake-up remover. Een dag- of nachtcrème. En als het 's ochtends is, nog een zonbescherming. En dan ben je helemaal goed en dan zal je huid heel erg happy zijn. Hopelijk hebben jullie wat aan deze video gehad. Vergeet je niet op Femme te abonneren, dat vinden wij heel erg leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ik ga stap voor stap laten zien wat ik doe. En daarbij zet ik ook in de tekst erbij wat je precies nodig hebt. Dus mocht je benieuwd zijn, blijf.